creëert zich weinig uitgespeelde mogelijkheden tegen het stug verdedigende MVV. De Haan roept dat hij hem heeft, maar hij heeft hem dus niet. En Linders haalt de bal dan van de doellijn. De corner komt van Groenendijk. Van Loen komt in. Frezer. Met Linders in zijn nek. Nieuwe hoekschop. Hofman dit keer. De La Haye. Trost. Ja, die is stijf links, dus die kan met rechts niks. Hooguit pasen. Frezer. Probeert. Met Van der Waart. Paniek daar en een schot van Verhagen. En nu wel een goede daad van De Haan. Weliswaar heeft hij de hulp van Tal nodig. En is het de nieuwe hoekschop. Roda dat gebrand is op een overwinning na twee gelijke spelen. Groenendijk. Daar komt Van Loen weer. De La Haye komt weg. Het schot van Trost. Vincent. Maar dat is een harde overtreding van Frezer. En die gaat op de bom. Dit is pas mijn eerste, zegt hij tegen Van Swieten. En waarom ik nou weer? Van Loen speelt advocaat, maar het helpt niks. Frezer gaat erop. Van der Waart. Groenendijk. Frezer. Er is geen keeper en dus kan Van der Waart inkoppen. En is Frezer heel blij. 1 minuut na zijn gele kaart levert hij de assist op Peter van der Waart, die Roda 10 minuten voor rust de leiding brengt. François, spitsen van MVV zijn goed aanspeelbaar. Smits nog altijd in het doel, omdat Bolesta in de laatste training zich blesseerde. Goeie spelvoortzetting van Smits overigens op Hofman, die 2-0 op de schoen heeft. Maar aangetikt wordt door Kwaden en Van Swieten geeft Roda een strafschop. Het begon bij Jos Smits. Die zag dat Hofman scherp stond. En Hofman heeft zijn succesje binnen. Hij krijgt de penalty. Hansen. De Haan stopt. De strafschop van Jan Hansen is wel hard, maar niet erg zuiver. De redding van De Haan is prima. Frezer die steeds meer de aanval kiest. Fantastische paas trouwens van Groenendijk. En Frezer scoort in de blessuretijd 2-0. En wat is hij belangrijk voor Roda, die Henk Frezer. Hij begon het eerste kwartier zeer verdedigend. Maar schakelde zich naarmate de wedstrijd vorderde meer en meer vanuit het middenveld aanvallend in. Wat een loepzuivere paas trouwens ook van Groenendijk. Frezer brengt Roda op 2-0. Van der Waart. Hofman. Die steeds ruimte krijgt om die ballen aan te nemen. Kapt Verbeek uit. En nog eens. En daar is weer Frezer. Wat scheelt dat weinig. En wat speelt die jongen een goede wedstrijd. Het drukt hij zijn stempel tot nu toe op het gebeuren. Hofman, een balverlies van De La Haye. En die overkomt dat niet vaak. Broeders. En de redding van De Haan voorkomt een afstraffing voor MVV die er wel degelijk in zit. Hansen. Hofman. Van der Waart. Het is steeds Broeders die aan die rechterkant opstond.
Loen, nee, die Liberto ook niet. Groenendijk, wat een verschrikkelijke knal. 3-0. Het voorbereidende werk was van Michel Broeders. Die steeds goed in het gat duikt aan die rechterkant, waardoor Hofman wordt getrokken. En in derde instantie is het na een paar missers dan Groenendijk die bal erin poeiert. Klein kwartier gespeeld. Smeets. Kapt Verhagen uit. Het wordt tijd dat iemand van MVV ook nog weer eens wat doet. Maar het is een eigen goal van Trost. En zo is het 3-1 na deze actie van Raymond Smeets. Die dan een persoonlijk succesje beleeft. De man die jarenlang hier op Kaalheide voor Roda speelde. Raakt het hoofd van Trost die een eigen doel kopt. Verbeek vindt het achterin ook niet meer zo leuk. Vincent gaat neer tegen Broeders. De Haaien overlegt met Van Bergen Henegouw in de laatste minuut van de wedstrijd. Van Bergen Henegouw en Van Loen komt aan de bal in eigen doel. En dat is de tweede eigen goal van Roda. Hoe is het mogelijk? 5 doelpunten in een wedstrijd die het eerste uur spannend en aardig was. En doelpunten allemaal gescoord door Roda-spelers. En de eindstand is 3-2. Eerst Trost dus. En nu Van Loen, die zo graag had willen scoren, maar dan het andere doel.